Yo, iedereen uitkijken in deze gloednieuwe video. Mijn naam is Switch en vandaag zijn we hier dus met de CRM. We gaan zien wat dat geeft. We gaan niet te ver van huis, want ik heb mijn papieren niet mee. En ja, het is ook niet echt handig, hè, als het sneeuwt. Dus, let's go, hè. Ik heb hier al een stukje naar beneden gereden. Toen gleed het wel, dus laten we zien, hè. Ook al die takken hangen hier laag. Nee, maar in de sneeuw rijden is... kan echt wel fun zijn en zo. Maar bijvoorbeeld deze trappen zo, dat is iets minder. Daar schuif je nogal op. Oké, laten we dan... hier eens naar boven gaan of zo. Ja. Oh, shit. Oh, fuck. Come on, beast. Oké, die nou vastzitten. Nu al. Oh shit. Ik ga eerst niet mijn voice doorlaten, want anders. Je weet het, ze boos, ja. Dat was nog vriendelijk. Dus we gaan daar niet veel maken. Hey, good job. Good job from us. Oh, ik zal wel deze berg op. Hè. We gaan niet te ver van huis wat ik heb gezegd, dus het blijft hier een beetje in ons territorium. Maar ja, het is ver genoeg. Hè. Go, go. Ik kan beter gewoon stoppen. Die banden. Moest ik niet off-road banden hebben, dan zou het veel beter gaan, maar ja. De zomer komt er toch bijna aan. Ik binnen een paar maanden, maar maakt niet uit. Oela, oela, oela. Kasseien zijn ook niet echt de beste om te rijden als het gevrozen heeft. Wat er aan het vriezen is. Ja, by the way, CRM. Zijn toerental blijft hoog, dus we gaan hem sowieso eens binnen doen bij Honda. Bij een garage van Honda of zo, bij een dealer. Om even een onderhoud te doen en dan alles een beetje na te checken. Of dat alles wel goed is. Dus dat gaan we sowieso eens in de toekomst doen, want deze bike heeft me wat gekost. Dus laat ik het liever aan ik weet wel, professionele over. Hè. Trouwens, op deze bike wil ik ook rijden tot ik 24 ben. Want dan kan ik de hoogste rijbewijs afleggen. Het zou een beetje dom zijn om die A2 te doen. Alhoewel, kun je ook 2 jaar genot van hem. Ja, ik zie het zo. Met 125 kun je ook wel heel veel fun hebben, dus. En nu die berg. Nou, we zien mevrouw was wel heel vriendelijk. Ze heeft zelfs... gezwaaid naar ons. Oh, ik help. Oh. Daar gaan we weer vast. Hè. Maar dat was ik in één keer door. Hè. Maar dat gaat niet aan om ons achterwiel. Een beetje. Oef.
Oké, okay, we hebben het gehaald. We zitten terug op de weg, mensen. Maar dus, als ik op Instagram heb gevraagd, DAX of CRM, waarmee we in de sneeuw gaan rijden, er waren veel die ook op DAX hadden gestemd. Sorry daarvoor, maar die onderdelen zijn net iets te duur om te laten repareren, moest ik vallen ofzo. Maar sowieso, als jullie dat willen, geef dan zeker een like. Dan gaan we volgende keer gewoon met de DAX in de sneeuw. Dan ga ik wel een beetje voorzichtiger zijn. Alhoewel, nu ben ik ook redelijk voorzichtig. Nog niet gevallen, dus... Wanneer je achterwiel geen grip meer heeft, dan je voelt dat gewoon direct op een motor. Voelt niet zo veilig, man. Ja. Op een motor zou je eigenlijk een ketting moeten aanzetten. Oef, die. Spijt dat jullie dat niet kunnen zien, dat mijn achterband zo een grip verliest, want... Nee. Jullie horen mij gewoon bezig van of dat, ja, oké. Okay. Redelijk koud, hè? Redelijk. Ja, deze video, ik heb deze gewoon op de dag zelf gemaakt, dat ik hem kende en ook online gooi, dus ik heb niet echt plannen gemaakt of zoiets. Kunnen die weg willen nemen? Maar ja, wel vast, denk ik. Af en toe. We doen het gewoon. Dus ik ga zo, en zo. Ja, oké, zo. Als we nu al vastzitten, fuck it. Ik wou eigenlijk op dat pad terechtkomen, maar dat kan ook nog, hè. Weet je, die bommen... Nee. Zeker. Nee, ik ga hem weer niet uithalen. Kom maar, dat vind je het altijd. Ik zie daarom dat ik naar de 100 dealer moet doorgaan. Hey, we are back! Ja! En dan valt hij terug. Oh, een steen. Ik zou nog beter zijn. Moesten we daarop terechtkomen? Want hier is gewoon water. Hè. Hey. Alhoewel, mogen we ook wel natte. Maakt niet uit. Even de stenen. Oei. Even nat terug. Kom aan, CRM. Je bent een cross, dus met straatbandjes, maar maakt niet uit. Kom aan. Zo plots overal een beetje gestrooid hebben. En by the way, mensen, blijf veilig, hè. Niet uitglijden. Ik zei dat lachen, maar dat bedoel ik dat niet. Ja. Why the fuck heb ik ook zo'n domme idee? Om in het bos te gaan rijden. Die meneer zit me al te kijken alsof er een Mongool is hier op een honger. We zijn er. Okay. Weet je, hij is gewoon fun aan het maken met foto's trekken. Ik ben fun aan het maken met
meer met een motor te rijden. Oh, dit. Een beetje glad, hè? Nee, nee, nee. Ja, dank je. Zien we hem niet van. Oei, dik. Shit, man. Wow, die is echt helemaal fel. Ik heb een idee. Ik krijg gewoon niet meer, hè. Ik zit me gewoon vooruit te duwen. Oh, comment even mensen als ik hier crossbanden op moet zetten, maar nou, het heeft niet te veel moeite, want mijn cross is de sneeuw toch weg. Het was toch aan het vriezen omdat het zo hard zijn. Oh, fuck. Halleluja. Kijk, maar die had ik echt niet verwacht, hè. Halleluja. Even neutraal. Kijk. En normaal zouden mensen nu rusten, hè. Maar ik ga even een thumbnail maken. Hoi, joh. Zie hoe vuil die is. Oh. Oké. Okay. Oh, dit. Ja, zo plaatsen stukje nog. Oké, mensen. We zijn op de weg en ik zie niks. Alles is zo. Ik ga niet uitgeleiden. Oh, en dan hebben we terug kassé. Oh, ik zie niks, hè. We zullen zo'n ruitenwissers moeten... moeten uitvinden voor op een motorhelm. Oh, we made it, guys. We made it. Mijn schoenen niet, mijn broek niet. Maar maakt niet uit. We made it. Oké, jongens en meisjes. Vond je deze video leuk? Laat dan zeker een like achter. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Check ook mijn Instagram. Staat dan links onder in beeld. En ja, tot de volgende. En jullie weten wat ik nu ga doen. Ja, schoenen kussen. Hey, ciao.